De laatste acts worden doorgenomen en de apparatuur wordt getest. De theatermakers van Mix City oefenden gisteren voor de laatste keer Nu het nog kan. Het stuk dat ze vanaf overmorgen opvoeren voor heel Weesp. Een stuk dat veel Weespers naar het theater moet trekken. Waar het over gaat is een feest ter ere van de mens anno nu. Want de mens gaat heel erg veranderen door alle technologie, wordt allemaal helemaal anders. Dus spelers dachten, nou, we doen nu nog één keer een feest waarin een terugblik zit naar het verleden. En ze nemen het publiek mee naar de toekomst. En dat is gebaseerd op hun eigen ideeën en teksten. En dat heb ik dan als regisseur gemaakt tot een script, tot een voorstelling. Het is iets anders, het is heel origineel. We hebben, zoals je ziet, een theater, een circusopstelling. Waar ik ook nog niet mee gewerkt heb. En dus er is geen vierde band. Het is niet dat het publiek op één plaats zit. Je moet om je heen spelen. En dat is natuurlijk wel heel anders dan andere voorstellingen. Spektakel gegarandeerd dus komend weekend op de Weesperplanken. Nu ook de laatste scènes nog een keer worden gerepeteerd, staan de Weesperacteurs klaar om te starten met spelen. Ik heb dit al vaker gedaan, dus ja, het is een beetje routinewerk. Ben jij niet zenuwachtig, maar je andere spelers? Hoe gaat het met ze? Ik hoor wel heel veel rumoer van beneden. Ik denk dat ze wel wat zenuwachtiger zijn. Ik doe dit natuurlijk al wel langer, dus ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb het ze niet gevraagd.